We gaan dus het spelletje doen. Yo mensen, vandaag doen wij een spelletje, want het is fucking mooi weer. Timo is er ook en nog vier anderen, maar die mogen niet in beeld, jammer genoeg. En we gaan dus het spelletje doen, loskoppeltje. Nou, gaat als volgt. Als eerst moeten we even poten of wegtrekkertje of hoe de fuck je wel niet team zou kiezen. Gewoon, één iemand is hem dus, die loopt gewoon voorop. De rest, die loopt achter hem aan. En ik ben hem eigenlijk dus vandaag. En Timo en de rest, zeg maar, die zijn dus gewoon, ja, het is een soort verstoppertje. Je moet een bepaald gebied afspreken en dan loop ik zo mijn routetje zo. Dan ga ik zo om een bochtje om en dan kan je ook zo rechtdoor. Dan ga ik om een bochtje door en dan moeten hun één voor één afslaan. Dus een verstopplek gaan zoeken eigenlijk, op mijn route. Dus dan moeten ze gewoon wegrennen. En als dan iedereen weg is, dan kan ik zo achterom kijken. En dan is er niemand meer. En dan kan je gewoon, dan mag ik hun gaan zoeken en dan, als ik ze heb gevonden, dan moeten ze weer meehelpen met zoeken, zeg maar. Dus zo werkt het, dat gaan we nou even doen. Volgens mij zijn ze weggegaan. Ik heb ze niet gezien wanneer ze gaan, maar ik ga ze nou even zoeken, want ze zijn weg. Ik kan ze niet vinden. Oversteken? Nou, nee, je mag niet oversteken dus. Je moet dus gewoon eigenlijk gewoon een bepaalde route doen. Ik film maar even zo van de zijkant, anders komen hun erop en dat mag niet. Dus ik ga nou mijn route lopen en loop erachteraan. We snijden mouwen af. En gewoon hoe we het net deden, de demonstration. En dan ga ik nou even de route lopen. Nou, zoals je dus kan zien, zijn ze net weggerend. Dan moet ik 5 seconden wachten. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat vind ik wel 5, want ik heb al net ook al gewacht. Dan moet ik ze nou bezoeken. Ik ben aan het lopen, jongens. Rens, wij zijn nog gevlucht van Rens. En we rennen nu naar een boom om te schuilen. Nou, onder een boom. En het is een stopplek voor Rens, ja. Nou, hoop ik dat hij ons niet vindt. Zo, die mooie park heeft gereden. Oh, dikke vogel. Om het hoekje te zijn. Nou jongens, we zijn nou weggegaan, want we zijn daar iets van 3 minuten gezeten. En dan gaan we nou op zoek naar een andere stopplek. En hopen dat Rens ons niet ziet. Nou, eentje zit er dus bij. Mag je hoi zeggen of niet? Hoi. Oké. Okay. Hij mag niet op beeld, maar je mag wel hoi zeggen. Even heel snel. En die andere, die zag ik net hier zo omheen lopen. Die staan nou achter een muurtje. Ze afsnijden. Wil je deze? Oké. Daar zo helemaal achter lopen ze. In dat gangetje. Ze zijn elkaar echt aan het rennen. Volgens mij hebben ze mij gezien. En waar gaan ze heen?
Ja, zo gaan ze heen. Oké, dan gaan ze afsnijden. We zijn nu bij het speeltuintje. Dat is net verwerkt dat hier is het. We gaan nu naar een veel betere stopplek. En dat is daar. Helemaal naar de andere kant van het blok gerend. Nog geen straat overgestoken. Volgens mij heeft Rens een zaag Rens het lopen. Dat is fucking eng. Door het bosje gerend hier zo. Nu zag namelijk Rens het lopen. Was niet leuk. Super eng. Ik ben er nu en dat is een beetje leuk, maar ook niet. Dan moet iedereen gaan zoeken. Hey Rensi! En ik ben hem lekker niet. Fuck deze shit. Nou, het lopen. Ze lopen nou gewoon rustig achter me aan. Ja. Jongens, ik ben dan gewoon even dezelfde stopplek aan het zoeken. Ja, bij hun aan het zoeken. Dezelfde stopplaats die ik net ook heb gedaan. Ja, let's go. Zo, ik ben weer lekker alleen. En, we gaan nou even stoppen. Dus eerst zaten ze allemaal bij mij, behalve Timo, want die is hem. En toen zei ik van, nee, ga lekker zelf lopen, anders heb ik er gelijk bij. En dat is niet leuk. Dus nu zijn ze lekker allemaal weg. En gelukkig maar, want nou kan ik tenminste alleen. Dat is veel leuker, want anders maak ik fucking dikke kleren lawaai en dan kan ik tenminste Timo bespieden. Dus dat ga ik nou even doen. Yes, ik heb er 4 gevonden. Nou, nog maar eentje te gaan. En dat is Rens. Ik heb snel alle 5 gevonden, want ik zelf is ook 6. En dan 4 is Rens. Oh. Wow. What the heck? Nou mensen, dat was dus de video. Vond je deze nou leuk? Ja, wat moet je dan zeggen? Like en abonneer op Reti Games. Op ons kanaal natuurlijk. En dan check ik jullie. Nee. De. Wat moet je met je vrienden doen? De spelen. Deel dit met je vrienden. Zodat je ook gewoon natuurlijk zelf met je vrienden dit ook een keer kan spelen. Het is best leuk als je niks te doen hebt of bij je opa en oma bent of zo, wat altijd fucking saai is en alles. Maar dat checken wij jullie. Later. Yo. Yo.